De grootgrutter die al jaren via een reclamecampagne ons aanzet tot hamsteren, is daar maar mee gestopt. Toen bleek bij het begin van de crisis dat het zo massaal werd beantwoord. Wij en zij zijn daarvan geschrokken, dat we in tijden van nood zo reageren. Eerst eens even goed voor onszelf zorgen dat we niet tekortkomen, niet misgrijpen. Er wordt al heel wat misgegrepen. Dat kunnen we helemaal niet voorkomen. Sommigen worden heel zwaar getroffen door dit coronavirus. We denken aan de mensen in verpleeghuizen, aan familie daaromheen. We denken aan wie echt ziek worden en aan hen die hen moeten verzorgen. We denken aan mensen die economisch in de knel komen. Heel veel misgrijpen, daar helpt geen hamsteren tegen. Nu het hamsteren in de winkels begint af te nemen, blijkbaar heeft wie dat wilde inmiddels geen ruimte meer voor nog meer wc-papier, is het misschien tijd om over een ander hamsteren na te denken. Er komt wel een bepaald soort rust over de samenleving. Natuurlijk is er in individuele gevallen angst en pijn en verdriet verre van de rust. Daar moeten we alle aandacht voor hebben. Maar er is ook iets verdwenen van het jachtige in de samenleving. Ieder denkt goed na over wat nodig is om te doen en wat niet nodig is. En die rust zouden we nu wat moeten hamsteren. Zodat straks, als het allemaal weer vrij wordt gegeven, weer die houding kunnen vasthouden. Nadenken over wat echt nodig is om te doen. Er zijn veel meer manieren om te hamsteren. Er is ineens een geweldige waardering gekomen voor de werkers in de verpleging en de verzorging. Een paar maanden terug stonden ze nog op het malieveld om te vragen om een beetje meer waardering en dan uitgedrukt in te regelen die het magere salaris wat op zouden krikken en de geweldige werkdruk zouden verminderen. Met die werkdruk is het alleen maar erger geworden, maar met die waardering zit het nu wel even goed. Nu is het zaak om die onverdeelde waardering die we voor hen hebben flink te hamsteren in onszelf, zodat we straks, als het allemaal weer gewoner wordt, niet vergeten en hun terechte verzoek om meer salariering ook echt honoreren. Nu is het soms niet mogelijk om vrienden of ouders te bezoeken. Nou beseffen we ineens hoe belangrijk het is. Om naar nou elkaar om te zien. Via de beeldtelefoon hebben we nu vaak extra aandacht voor hen die we niet bezoeken kunnen. Hamsteren die andere vormen van contact, want ze zijn ook waardevol en we kunnen ermee eenzaamheid echt een beetje verminderen. Hamsteren die aandacht, zodat we die ouderen die we nu straks, nu dagelijks even bellen, straks niet weer twee maanden hoeven te laten wachten. Tot het in onze drukke agenda weer lukt om hen te bezoeken. Ineens groeten we elkaar op een hele andere manier. Nog niet zo lang geleden was het land te klein. toen iemand om religieuze redenen een ander geen hand wilde geven. Ook al deel ik die religieuze gedachten allerminst, we zien nu hoe makkelijk we kunnen accepteren dat het soms anders moet. Hamsteren dat idee. Dat het ook anders kan dan we altijd al gewend waren. Hamsteren al die goede dingen die er ook in zo'n crisis kunnen ontstaan. Die crisis als kans om het straks anders te gaan doen. Haal het allemaal in huis voor betere tijden. En nu maar hopen dat die levensmiddelen die gehamsterd zijn en die we toch niet nodig bleken te hebben, op tijd. Voor de uiterste houdbaarheidsdatum bij de voedselbanken wordt ingeleverd. Die voedselbank kan onze steun nu overigens goed gebruiken. Ik herinner u graag aan de oproep bij de laatste Livestream-kerkdienst gedaan om een bijdrage te geven voor de voedselbank op rekeningnummer NL34-RABO 0107-204231. Ten name van de diaconie Rivierenland Oost, onder vermelding Voedselbank. Zij hebben onze steun nu hard nodig. Als diaconie zorgen we er dan voor dat uw gif terechtkomt waar het het hardste nodig is. Dank u wel.